Deze webles in de serie Eindexamentraining HVO 5 gaat over het onderwerp hefboomwet. En de hefboomwet die hoort wel tot het examenprogramma van HVO 5, maar niet tot die van VWO 6. Hoe herken je nu een opgave over de hefboomwet? Nou, dat kun je al zien aan de, aan de sleutelwoorden aan het begin van de vraag. Als daar staat bepaald door constructie, dan kan het eigenlijk vrijwel niet anders zijn dan dat je iets moet doen met krachten of iets met de hefboomwet. Uiteindelijk ook iets met krachten. We gaan, uh, net zoals uh, wel vaker, gaan we eerst een plan van aanpak bespreken en vervolgens dat plan van aanpak toepassen in een voorbeeldopgave. Nou, het plan van aanpak bij de Hefboomwet ziet er als volgt uit: Ten eerste moet je gaan kijken waar zit het draaipunt. Want als je te maken hebt met de Hefboomwet, dan moet er altijd een voorwerp zijn dat kan draaien rondom een draaipunt. Meestal is die al gegeven of kun je daar heel makkelijk achter komen. Dan wordt de tweede vraag: waar zitten de, de krachten? En eigenlijk kun je wel zeggen: waar zitten de twee krachten die zorgen voor die draaiing? En als je die twee krachten hebt en je weet de richting van die twee krachten, dan kun je ook de twee werklijnen tekenen. En doe dat ook als je die vraag gaat maken. Derde ding wat je jezelf moet afvragen is: hoe groot zijn de armen van elk van mijn twee krachten? En, en teken die armen ook. Dat gaan we dadelijk ook doen in het voorbeeld. En als je dat allemaal gedaan hebt, dan, kun je, uh, dan ben je eigenlijk zover dat je de hefboomwet kunt toepassen. En de hefboomwet die luidt, dat de krachtmalenarm die zorgt voor de draaiing linksom even groot moet zijn als de krachtmalenarm die zorgt voor een draaiing rechtsom. De voorbeeldopgave. Nou, de voorbeeldopgave ziet er als volgt uit. Het gaat om een slagboom. De slagboom heeft aan de linkerkant een contragewicht en die is 80 kg zwaar. En de vraag is bepaal door. Constructie, de massa van de slagboom, de massa van de stok. Ik heb weer uh, alles wat van belang is, heb ik even dik weergegeven. Dat kun je dus met de markeerstift tijdens het examen voor jezelf markeren. Dat is een massa van 80 kg. Dat is uh, de sleutelwoorden bepaald door constructie. En uh, dat is de vraagstelling en dat is de massa van de boom die wordt gevraagd. We gaan eens kijken naar de tekening die we erbij hebben gekregen. En in die tekening gaan we dadelijk wat dingetjes uh, ook uh, zelf tekenen. En daarom heet het ook bepaald door constructie. En die tekening die kun je altijd vinden in de bijlagen op het examen. Van waar moeten we mee beginnen? Dat is het draaipunt. En uh, eigenlijk is die gegeven in deze opgave, van het draaipunt, zit namelijk hier, daaromheen kan die draaien. En we hebben stap 1 in ons stappenplan gedaan. Stap 2 is: ja, hoe zit het nou eigenlijk met de krachten die zorgen voor die draaiing? We hebben natuurlijk het contragewicht. En op het contragewicht wordt een zwaartekracht uitgeoefend. En het contragewicht zal ervoor zorgen dat de, de stang, de boom, het tegen de klok in gaat draaien. Dan is er nog een tweede kracht. En die tweede kracht die wordt natuurlijk gevraagd eigenlijk. Want uit die kracht volgt ook de massa van de boom. Dus ik weet niet hoe groot die kracht is. Maar ik weet wel de richting. Want ook die kracht is een zwaartekracht. Dat is namelijk de zwaartekracht die werkt op die hele slagboom. En die zwaartekracht die kun je Tekenen kun je laten komen vanuit het zwaartepunt van die uh, slagboom. Die is gegeven, de richting van de zwaartekracht is gegeven, dus ik kan hier wel een kracht schetsen. Hij is niet op schaal getekend, maar de richting die klopt, dat weet ik zeker. En het aangrijpingspunt ook. Nu kan ik ook de werklijnen gaan uh, tekenen door allebei de krachten. En de werklijnen is eigenlijk niets anders dan de richting van de kracht uh, verlengd voor en uh, na de pijl. Uh, en ik, die heb ik hier in het wit weergegeven. En dit is uh, de werklijn die hoort bij de zwaartekracht op het contragewicht. En dit is de werklijn die hoort bij de zwaartekracht op de slagboom. Het uh, volgende puntje is uh, in potentie het moeilijkst. En dat is namelijk het bepalen van de arm. En de arm is de kortste afstand tussen de werklijn van de kracht en het draaipunt. Dus niet de kortste afstand tot de kracht, maar de kortste afstand tot de werklijn van de kracht. En um, om die arm te kunnen tekenen en ook te kunnen meten, uh, hebben we weer de geodriehoek nodig. En die geodriehoek die gaan we op een bepaalde manier gebruiken. We leggen namelijk het midden van de geodriehoek precies op de werklijn. En vervolgens schuiven we de geodriehoek omhoog en omlaag. Zo totdat uh, de bovenkant van de geodriehoek precies door het draaipunt komt. Dus ik zal het nog een keer laten zien. Je beweegt hem een beetje. Uh, en uh, nu loopt dus de bovenkant precies door het draaipunt en nu weet ik ook dat als ik daar een stippellijntje teken tussen de werklijn en het draaipunt dat ik dan ook altijd de kortste afstand heb tussen de werklijn en het draaipunt. En dat is dus de arm. De arm staat dus ook altijd loodrecht op de werklijn. Nou, dit is hem. Dezelfde truc kan ik natuurlijk met de andere werklijn uh, uitvoeren en in deze situatie lopen die twee werklijnen mooi parallel. Het hoeft niet altijd zo te zijn, maar hier is het uh, wel zo. Dus uh, die tweede arm die, uh, kan ik op dezelfde manier bepalen met de geodriehoek. En die ziet er dan zo uit. Ik kan natuurlijk ook die twee afstanden opmeten. Nou, en dan blijkt uh, de linker afstand 2,2 centimeter te zijn. De arm is 2,2 centimeter. En de rechter arm is 3,6 centimeter. Op mijn tekening, gemeten met mijn geodriehoek. Ik ben nu uh, zover dat ik kan gaan uh, rekenen. Ik heb alles wat ik kan tekenen. Construeren en meten in mijn tekening. Die heb ik, dat heb ik nu gedaan. Ik heb ook de waarden opgeschreven. Ik heb duidelijk weergegeven hoe ik te werk ben gegaan. Dat is ook echt belangrijk. Want stel nou dat ik hier een stom meet- of rekenfoutje ga maken, dan is het toch nog heel duidelijk voor degene die uh, het werk nakijkt dat ik wel weet wat ik moet doen in deze situatie. En dat is ook al, dat zijn punten waard. Dus laat altijd heel duidelijk zien hoe je te werk gaat. Ik ga nog een puntje scoren. Het is altijd een uh, vrij makkelijk puntje. Uh, ongeacht wat ik nou in mijn tekening heb gedaan, uh, kan ik uh, de zwaartekracht die werkt op het contragewicht uitrekenen. Want die is gelijk aan g, 80 x 9,81 785 N. Nou, die waarde heb ik daar ook nodig. Ik heb hem uitgerekend. Het is altijd goed voor een puntje op het examen. Volgende stap is dat ik de uh, hefboomwet ga uh, toepassen. Ik schrijf de formule op. Maar ja, hier krijg je nog geen punten voor. Ik moet de formule ook gaan uh, invullen en gaan uh, toepassen om iets uit te gaan rekenen. En eigenlijk heb ik al heel veel dingen, uh, gegevens heb ik al en die kan ik gaan invullen. Want uh, als ik nu de kracht aan de linkerkant even uh, kracht 1 noem, dus de kracht op het contragewicht is kracht 1, dan weet ik de grootte van die kracht, die is 785 N. Uh, en die kan ik dus invullen. Ik heb alleen een. Uh, Schijnbaar probleem, want ik weet niet hoe groot die afstand is in het echt. De arm in het echt, die weet ik niet, want ik weet uh, de schaal van mijn tekening niet. Nu is dat gelukkig helemaal niet zo van belang, want uh, die arm die ga ik links en rechts van het is-teken uh, invoeren. En eigenlijk ben ik alleen maar geïnteresseerd in de verhouding tussen die twee armen. Dus uh, of ik die twee armen nu uitdruk in de afstanden zoals die in het echt zijn. Of uitdruk in de afstanden zoals die zijn gemeten met mijn geodriehoek, ja, dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. Dus ik kan gewoon die twee waarden van mijn geodriehoek invullen in de hefboomwet. Nou, als ik dat ga doen, dan krijg ik het volgende. Dan heb ik dus één kracht en twee armen. Die heb ik al uh, berekend en bepaald. En dan heb ik één onbekende kracht. En dat is namelijk de kracht die werkt op de slagboom. Die kracht kan ik uitrekenen. Even omzetten van uh, de vergelijking. En dan blijkt die kracht 400. 79,6 newton te zijn. Nu zou je kunnen denken, hé hey, ik ben klaar. Maar ik ga nu uh, mijn drie streepjes eronder zetten. Uh, waarbij ik dus ga controleren of ik heb uh, nagedacht over de drie uh, dingen die altijd belangrijk zijn. Geef ik antwoord op de vraag. Heb ik gedacht aan mijn eenheden? Heb ik gedacht aan mijn significante cijfers? En als ik dan ga kijken naar mijn vraag. Dan zie ik dat ze helemaal geen kracht vragen als antwoord. Maar de massa van de boom. Dus ik ben nog niet klaar. Ik moet nog even terugrekenen. Als dit de zwaartekracht is die werkt op de boom, hoe zwaar is die boom dan? Nou ga ik weer de formule F is uh, M mal G uitrekenen, maar dan uh, net iets andersom. M is dan F gedeeld door g. 479,6 delen door 9,81 is 49 kilogram. Ik geef antwoord op de vraag. Was de vraag een massa en ik geef een massa, dus ik kan mijn eerste strepen onderzetten. Massa heeft als uh, eenheid kilogram, die heb ik er ook achter gezet. En de derde moet ik eventjes uh, iets preciezer gaan kijken. Hoe zit het met de significant cijfers? Het uh, contragewicht krijg ik op twee cijf cijfers significant. Het opmeten van die armen, dat gaat ook echt niet nauwkeuriger dan op twee cijfers significant met de geodriehoek. En uh, daaruit volgt dat uh, twee cijfers significant antwoord, dat dat uh, goed is uh, qua aantal significant cijfers. En dat staat hier ook, dus ik kan mijn derde streep er ook onder zetten.